Station Eindhoven Centraal werd zondagavond door een loos alarm ontruimd. Daardoor moesten honderden mensen het station verlaten. Het alarm ging per ongeluk af in een van de winkels op het station. Werknemers van de NS kregen al snel door dat het om een loos alarm ging. Nadat reizigers enkele minuten buiten hadden gewacht, konden ze al snel hun reis weer hervatten.